komen hier vandaag een loopwedstrijd doen, de Sphinx Ekiden. We doen dat met het bedrijf Honda. Dit jaar was wel een succes. Toch met 8 teams dat we ingeschreven zijn. Telkens met 6 deelnemers. En de bedoeling is om dus met 6 deelnemers dus een marathon te lopen. Dus verspreid over de verschillende afstanden. En we moeten elkaar dus een geel lint doorgeven voor de aflossing. En de doelstelling is vooral de teamspirit te verhogen. Het was even moeilijk, hè? Als ze zeggen het gaat sneeuwen, -1. Het is al een 30 keer dat we meedoen, maar dat is toch wel de lastigste dat ik al meegemaakt heb. Echt waar. In de bochten, de wind was zo koud dat die kaken precies gingen stilstaan. Dat je ademhaling niet meer de baas was. Zo. En dat had ik nog nooit niet gevoeld. Dat is natuurlijk super, hè? Dat een bedrijf dat wil gaan deelnemen. Hè? Je ziet elkaar een keer in een andere omgeving en je leert ook elkaar een keer anders kennen uiteraard. Hè. En iedereen leeft ook wel mee, dat voelde wel. Ik ben 3 jaar op pensioen en ik word vandaag 63 jaar. Voor mij is het natuurlijk leuk om een aantal collega's terug te zien. En ik loop graag, dus dat is 2 dingen in 1 keer gedaan. Ik ben de jongste deelnemer vandaag van Honda. Ik ben wel tevreden van mijn prestatie. Als 8e geëindigd denk ik van de 245 deelnemers, teams. Dus dat is niet slecht denk ik.